Voor mij staat Eddy Merckx. Vandaag weer voor het eerst sinds lange tijd in het SIS Billiard Experience Center. Eddy, de 3cc survivor vandaag. Hoe is die gegaan? Ja, die is voor mij mooi afgelopen. Het liep allemaal eigenlijk een beetje naar mijn kant. En tot de laatste beurt, dat ik er nog 14 maakte, was natuurlijk eventjes afwachten of wat hem nog over mij ging overgaan. Maar oké, eindgoed, al goed. Ja, dat zag er op zich heel strak en goed uit. Het lijkt wel of je in ieder geval totaal de afgelopen maanden het niet gemist hebt. Of ik zit er helemaal langs. Ja, ik heb thuis doorgetraind natuurlijk. Ik biljart graag. Oké, trainen is natuurlijk misschien niet enorm belangrijk op dit ogenblik. Maar ik moet het wel onderhouden. En ik speel sowieso elke dag omdat ik het graag doe. Dus daar is geen twijfel over. Jij doet thuis ook nog heel veel oefenen, trainen. Jij doet ook nog lesgeven aan spelers. Hoe is dat lastig nu op dit moment in België? Ja, dat is er op een heel laag pitje sowieso. Ja, hey, we mogen natuurlijk heel weinig of geen contacten nemen in België. Ik mag maar geen contact hebben. Dus dan blijft er niet veel over natuurlijk om buiten uw kindjes iets anders te doen. Heb ik straks al een keer aan jou gevraagd te zeggen. Maar is het natuurlijk wel heel erg lastig om je petekind natuurlijk met deze dagen te bezoeken? Ja, oké, okay, ja. Maar mijn petekind is in mijn knuffelcontact, dus dat valt natuurlijk wel mee dan op dat vlak. Oké. Okay. Hey, iets anders. Hoe ga jij jouw kerstdagen doorbrengen? Gewoon thuis met mijn vrouw ingedaan, want we wouden met de familie, met mijn dochters en de schoonzonen iets doen, maar dat is niet toegelaten in België. We mogen maar één iemand binnenlaten en dan houden we het op, want je wilt natuurlijk niet kiezen, dus we blijven gewoon onder ons tweetjes. Beetje vuurwerk nog op oud opnieuw? Dat is ook al verboden. Alles is verboden in België. Oh, normaal, want vandaag hebben we wel vuurwerk gezien op het biljart. Dus ik was echt van overtuigd dat vuurwerk komt ook nog op oud opnieuw. Ja, nee. Het was voor vandaag, maar niet voor oud opnieuw. Nee. Oké. Okay. Hoe zie jij de toekomst na 2021? Ja, ik persoonlijk, ik denk dat alles maar echt een beetje, een beetje normaal kan genoemd worden na volgende zomer. Al wat we ervoor nog kunnen meenemen en doen, dat is meegenomen. Maar ik denk dat het echt maar zo op gang gaat komen na de zomer persoonlijk. Ja. Oké. Okay. Laatste vraag eigenlijk is van, zijn er nog dingen waar je van zegt van, nou god, hey, die zouden wij in de toekomst kunnen gaan doen om zeg maar de biljarter weer aan de gang te krijgen? Ja, ik denk, zoals we er net nog besproken hebben, dat uw plannen heel rustig zijn, heel goed zijn om hier iets te doen op dat vlak, omdat je alle mogelijkheden hebt. En als het dan de tijd ervoor is omdat het stil ligt, dan heb ik het gevoel dat jij er bent om ons aan de gang te houden. Eddy, mag ik je heel erg bedanken. Nogmaals gefeliciteerd met je overwinning straks. Hè. Het was een prachtige overwinning. Inderdaad, Dick Jaspers kwam er heel dichtbij, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, je hebt hem netjes afgemaakt. Dankjewel. Ik wens je alle beste, goede feestdagen. Een heel prachtig, mooi nieuwjaar 2021. En ik hoop dat we met z'n allen weer heel snel, althans jullie als topsporters, weer heel snel kunnen gaan biljarten. Dankjewel, hetzelfde voor jullie. Dankjewel.